Deze nieuwsaanzending is over humor en eten. In de zin dat eten is echt leuk als het gratis is. En ik heb gratis mosselen. Gek, hè? Van de markt hier in Arnhem. Die zijn over datum of zo. Ah. En in principe, als je theater doet of zo, dan ga je niet tegelijkertijd eten. Ik doe het nu wel, want deze mosselen zijn gratis. Raar hoor. Ze zijn goed van smaak. En wat heb ik gedaan? Ik heb die gratis mosselen gespoeld met water. Want het is geroken. Hè? Ongelooflijke zee, modder dinges. Mosselen die leven in modder. Ja, dat moet je niet hebben. Maar ik heb hem vergiet, goed in een schoon gespoeld. En dan, ik heb een grote pan, die heb ik gekocht bij de IKEA. Lang geleden. Een smak olijfolie erin gedaan. Oh, wacht even, deze mossel is... Nee, die ga ik niet op. Maar, ja, wel. Maak je hem wel op. Ja. Altijd een beetje ruiken aan je mossel, hè? Nou, een smak olijfolie erin. En ik had nog een lichaam. Pepers. En knoflook. Ik heb helaas geen ui. Maar... En die pepers en die knoflook lekker in de... Oh. Toen heb ik er een... Een bouillonblokje bij gedaan van kippenmerg. Wat is dit voor mossel? En toen een bak water erbij. En toen een scheut azijn. Ik had geen witte wijn. Die mossel erin gedaan. En dan moet je even wachten, hè? Want de ene mossel die gaat eerder open dan die andere mossel. En die mossel die helemaal niet open gaat, die was dood voordat hij de pan inging. Die moet je niet opeten. Maar deze waren allemaal in leven. Die gingen netjes open. Nou, wat wil je ook met knoflook en rode peper. Ja, lekker. En gratis. Ja, die vishandelaar die had een hele goede dag gemaakt. En die mosselen moesten dan van de communistische overheid niet meer verkocht worden. Die gratis neer. Neem maar mee. Ik mag het toch niet verkopen. En ik heb genoeg verdiend vandaag. Ja, die Spaanse peper zit er goed in. Ik heb nog een zoutpot hier naast mij. Dat is ook wel lekker. Een beetje mosselen met zout. Oh, dat is leuk. Een mossel met een stukje knoflook erin. Nou, ook gezellig. Hoe smaakt die? Nou, die smaakt naar mossel. Gratis? Het enige wat je moet doen is, je moet zo'n IKEA-pan hebben. Een beetje een ruime mosselpan. Met een scheut olijfolie. Knoflook. Nou, in ieder geval. Je kan ook de andere kant op gaan. En dan werk je met... Dat is ook lekker hoor. Met zwaar bier. Dan wil je van die bruine meuk hebben. Die klooster. Zwaar bier. Dat is ook lekker, man. Met een boterhammetje erbij. Of
Of, ja, ik even te proeven aan deze mossel hoor, maar hij gaat wel weg. Een boterhammetje erbij, of wat heel lekker is, patatten. Maar deze mossel is niet helemaal dit. Nee, het is die knoflook. Nee, niks aan de hand, geen alarm of zo. Ja. Die knoflook was over tijd. Ja. Gewoon doorreden. Het zijn maar zeevruchten hoor. Wat ook heel lekker is, om mosselen klaar te maken met venkel. Hetzelfde idee, ja. Mep olijfolie in de pan. En dan doe je de venkel in, die venkel lekker om een uien. Ik had vandaag geen uien, maar als je uien hebt, dan ben je uitje erbij, man. Kom maar uit. En die venkel erin. Bak. Niet te hard, hè. Maar een scheut, bouillon of whatever. Heet water. En dan de mosselen erin. En dan doen we erbij niet één, niet twee, niet drie, nee, vijf borrelglazen pasties. Lekker, jongen. Die pasties, hè, dat is anijs. Dat past heel goed bij die venkel. Ja, dan moet je net als ik zo slim zijn dat je precies op het juiste moment in Arnhem op de markt bent en dat je gratis mosselen krijgt. Al die fles pasties, dat is een beetje jammer dat je dat erin gooit. Maar die kan je, je gaat niet een hele fles pasties erin doen, dat moet je niet doen, dat slaat neer of zo. Dus na afloop heb je nog pasties. Dat is ook leuk. Ah, lekker man dit. Jezus, wat een hoop knoflook. Maar die knoflook moest er kop hoor. Kost ook geen drol, by the way. Koop ik ook op de markt. En een gratis mosselen. Nee, wie kan dat verzinnen, maar. En die pepers die ik erbij heb gedaan, die waren ook helemaal niet duur. We hebben over €1,50. Even kijken of ze vers zijn. Ja, zo'n verse pepers. Oh, zijn ze heet, man. Mijn hart gaat echt van kloppen. Houden jullie van mosselen? Ja, ik vraag me al. Ik vind het wel lekker. Mijn dochter volgens mij niet. Maar mijn dochter die snapt wel meer dingen niet. Ik stop van die zeevruchten in mijn mond. Nou. Deze smaakt wel heel erg naar de zee, zeg. Doorslikken en uitscheiden. Ja, het zal wel een reden hebben dat deze mosselen gratis zijn geweest. Ach, maar deze is lekker. Ja, het is gruwelijk hoor om zeevruchten op te eten. Het is echt smerig uitzending, man. Deze dan. Ja, hij is ook goed. Ja. Christus heeft gezegd: men eet dat wat dood is. Nou, deze mosselen zijn dood. Die heb ik hoogstpersoonlijk gekookt.
En ze waren gratis. Dus... En deze is dan... Die heeft die... Oh man. Even ruiken. Nee, deze... Ja, nee, dat doe ik niet. Je kan eraan doodgaan, hoor. Nou ja, kijk maar. Ja, heel goed. Ja, ik heb er zoveel knoflook bij gedaan dat je goed moet ruiken om te kijken of hij nog niet dood was voordat hij doodging in het zuur. Hè? Ja, dat is ook goed. Man. Ja, mijn lichaam is momenteel helemaal akkoord met het dieet. Deze? Ja, ik ook. Ik krijg wel vieze vingers van het eten van mosselen. Ja, ik heb zo'n trui, dinges, en dan kan je je vingers aan afvegen. Een soort servet wat de godganse dag over mijn bovenlichaam heen hangt. Maar deze is ook goed. Ja. Oh, man. Nou, deze... Nee, die doe ik niet. Deze doe ik wel. Die is echt zo happy, helemaal zo open. It's a brand new day. Ja, inderdaad. Je verdwijnt tussen de tanden van Perry Winkel ermee. Ja, hier is lekker. Het is maar goed dat er geen vrouwen hierbij zijn. Want dan eten ze de helft van de mosselen op. Dit was een grapje natuurlijk. Hè. Ik ben helemaal niet voor vrouwen. Bekeurde mij. Dit is wel een beetje oranje-gelig. Hoe ruikt die? Ja, het smaakt ook goed. Dan deze. Ja, het smaakt ook goed. Het is een kwestie van het zuur, denk ik hoor. Ja, dat smaakt ook goed. Ja. Oh man. Zo simpel, hè? Je hebt een voorbereiding. Iets met olijfolie, uien, knoflook, peper in mijn geval. Wat je maar hebt. Een kwak water erbij. En als je geen wijn hebt, een scheut azijn. Bier kan er ook goed bij. Hoor. Of oezo. Dat is een lekkere. Dat is Thais. Heb je met kokosmelk ga je dan mosselen koken. Dat is ook lekker. Je moet met Thaise basilicum moet je dan hebben. En kokosmelk. Dat is ook wel lekker, hoor. Ik zou er een scheut wodka bij doen. Ja, dat verdampt er toch uit, man. Maar jij zelf even maar kijken. Belangrijk is dat een mens eet. Ook al is het gratis. Hè? Je krijgt gratis eten aangeboden. Zoals ik. Ik weet ook niet waarom. Ik ga echt het opeten. Dat is ook een lekkere, denk ik. Hoor. Mijn verruiken. Nou, dat is goed. Oppassen voor bedorven mosselen. Dat is giftig, jongen. Krijg je een anafylactische shock van.
Oh, lekker. En dat gratis. Ja, gratis. Ja, ik heb mijn eigen IKEA-pan moeten kopen. Nou. En die olijfolie heb ik ook betaald. In de Spar. Nou, deze doe ik niet. Ik wil wel van die Brand New Day mosselnaam. Ja, dat is ook goed. Ja. Ik zit even een kilo mosselen op te eten. Ook goed. En dat gratis. Ja, gratis. Hè. Dat zei ik net al. Nou, het is die mosselen waren onschuldig. Ik heb ze vermoord, man. Maar ik kon er niks aan doen, ze gingen toch al dood. Dus, ja, als de mosselen gratis worden weggegeven op de Arnhemse Markt, ja, dan ben je als mossel de homo. En ik neem dan nog de moeite om er wat lekkers van te maken. Kijk, joh, lekker man. Die peper zit er goed in. Deze mossel is dood. Hij was dood voordat hij het water in ging. Deze was in leven. Ja. Leuk om met je kinderen te eten hoor, mosselen. Er zijn zoveel recepten. En mosselen eet je met je vingers. Oh, ik heb het er nu niet bij, hè, maar een boterham met kruidenboter. Dat is echt lekker. Kruidenboter. Oh, wat ja, ik hou van hete. Van heet eten moet ik hoesten. Het is gezond vanwege de chemtrails. Iedereen weet dat, toch? Oh, lekker man. Dat is de allerlaatste. Nou zeg. Heb ik een kilo mosselen weggebikt. Ja. Ja, behalve de dooie. Die vind ik niet zo lekker. Het is wel een mooie nieuwsuitzending. Een beetje informatief. Dat jullie ook weten dat hier op de markt in Arnhem, dan kan je gratis mosselen krijgen, man. En als je ze opeet, die gratis mosselen, heb je een volle buik. Hartstikke bedankt voor het opluisteren naar het opeten van de gratis mosselen. En op zijn hamburgers, zaak ik. Tjus en dag lieverds.